Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog hier op It's All Tracks, de enige echte natuurlijk. Nou, ik wou nog eventjes een videootje maken hoe mijn verjaardag was. Het was een leuke verjaardag, het was een ontzettend drukke uh, verjaardag was het. Maar ik, uh, ik heb uh, echt de, uh, ja, een van de leukste uh, verjaardagen gehad die ik uh, in tijden gehad heb. Het was echt een leuke verjaardag. Uh, inmiddels heb ik ook ledverlichting. Je kan het een klein beetje, kan je zien. Uh, je ziet een beetje een blauwe gloed onder me. En uh, ja, inmiddels heb ik ook de ledverlichting. ook nog. Dat betekent dat uh, ja, uh, het enige uh, ding nog moet, uh, enige punt is, uh, ja, een tweede scherm. En dan ben ik echt helemaal klaar. Dan is mijn setting echt helemaal af. Uh, nou, het, uh, het heb uh, heel wat voeten in de aarde gehad, want uh, ik was een dag daarvoor was ik geweest en toen was ik net kwam ik wat geld tekort en uh, dat had ik voor mij al in de vlog had ik dat al verteld al. En uh, nou, ik ben op mijn verjaardag ben ik uh, terug gegaan en uh, ja, uh, toen ben ik een beetje halen. Nou, uh, ik heb zo'n hier uh, erbij. Dat is deze afstandbediening. Ik kan hem misschien even uitzetten. Dat is misschien wel wat beter. Even kijken wat hij doet. Doet hij het? Ja, zo is hij Zo is die net iets beter. Zo is hij net iets beter. Maar uh, ja, ik heb tussen afstandbedieneky. Nou, zal dus de batterij blik uh, wel een batterij in te zitten. Maar het werkte gewoon niet. Dus ik ben teruggegaan en ik kreeg die klep niet open. Ja, heel leuk zo'n uh, kinderslot. Maar zelfs volwassenen die krijgen dit kinderslot niet open. Dus, ik um, ja, ben terug geweest. Nou, ik ben wel, eh. Uh, moet ik echt eerlijk zeggen, ik ben wel goed geholpen. Uh, ik heb nieuwe batterijen erbij gelijk bij gekocht. Als die leeg is, dan kan ik in ieder geval uh, ja heb ik in ieder geval weer uh, batterijen extra heb ik. En um, nou, hij doet het in ieder geval. Dus ja, ik ben uh, uh, twee keer terug geweest <laughs> om mijn <een> verjaardag <coughs> naar de action. Voor uh, deze afstandsbediening. Nou, Inmiddels uh, uh, is het goed gekomen gelukkig. Uh, mijn tante die is geweest, die hebben we om uh, vier uur weer terug op de metro gezet. Het was echt super gezellig. Lekker bakje koffie gedronken, gebakje erbij. Je kent het wel. Uh, ja, het was echt een hele leuke verjaardag. Dus um, ja, niks te klagen eigenlijk, jongens. Niks te klagen. En ik uh, ja, ben echt heel tevreden met mijn ledverlichting. Alhoewel de afstandbeziening af en toe nog wel eens te wensen overlaat. Oh ja, nou, dat, nou dat doet hij het wel in één keer trouwens. Groen. Blauw. Je ziet een klein beetje de gloed onder me. Uh, rood. En dan heb ik ook nog geel. Ja, alhoewel ik die geel wel... Ik vind het wel een hele rare kleur geel. Maar goed, in ieder geval... Ja, jullie weten wat ik gezegd heb. Uh, het is nou niet echt... Uh, ik ga dat nog wel een keertje laten zien. Ik ga dat nu niet doen. Maar um, ik uh, doe dat nog even een keertje als, uh, als ik echt helemaal klaar ben. Ja, het enige is dat nou, wat ik nog nodig heb is een... Uh, ja, is een uh, tweede scherm. En dan uh, uh, is de setup echt helemaal klaar. Dan ben ik echt helemaal klaar. En dan uh, is het bij deze afgerond. En uh, ja, ik moet uh, zeggen, ik uh, ben echt heel erg blij met mijn nieuwe setup. En uh, met de nieuwe indeling. Het, is, uh, het werkt nu allemaal perfect, allemaal. Ik kan zelfs editen. Uh, twee vlogs hiervoor of zo. Uh, dan had ik het ook in de titel gezet. van... Dat was mijn eerste vlog met, uh, ja, op mijn nieuwe computer. Want ik moest een nieuw programma gebruiken. Ik gebruik nu inmiddels een nieuw programma gebruik ik. En uh, daarmee edit ik dus de video. Doe ik de video editen. En um, het uh, werkt nog niet echt helemaal, ik ben er nog niet echt helemaal tevreden over. Want als je tekst gebruikt, dan uh, slaat het, uh, slaat het uh, programma op hol. Dus ik kan uh, niet echt uh, tekst in de dingen gebruiken. En ik wil toch niet echt al te veel meer. Maar goed, het is toch wel handig als dat kan. En als die optie erop zit en elke keer staat die computer, die slaat in elke keer op tilt. Ja, dan uh, heb je er ook heel, echt heel erg weinig aan. Dus, um, nou, dat is eigenlijk een beetje de update eigenlijk. Ik ben bijna klaar. Er is nog maar één deel wat er gedaan moet worden. En dat is dus de, um, ja, de het tweede beeldscherm. En dan is het echt afgelopen. Dan uh, kan ik hier weer jaren mee vooruit. En uh, ja, inmiddels, jullie hebben het gezien. Ik heb het in de vlog verteld. Uh, editen. Of uh, in ieder geval. Uh, uh, thuis uh, video's, die uh, doe ik dus voortaan achter mijn computer. Ik moet zeggen, ik vind het beeldscherm wel heel erg mooi en met het, uh, de verlichting van, uh, van Kevin. Die dat hebben jullie uh, in de uh, tweede vlog hebben jullie dat gezien van mijn uh, upgrade video uh, van mijn setup. Ja, dat, uh, dat werkt wel perfect, Werkt, het, uh, werkt dat. ik kan het echt helemaal kan ik het aanpassen. Uh, ja, zelfs via mijn telefoon. Uh, met een app kan ik dat helemaal aanpassen. Dus ja, dat, uh, dat werkt gewoon perfect. Dus ik uh, mag niet klagen. Leuke verjaardag gehad. En uh, ja, de dag daarvoor nog eventjes uh, naar het sterrenkwartier geweest. Even een update gemaakt. Over de. Uh, over, uh, over de sloop van uh, het sterrenkwartier. Uh, inmiddels zijn ze al uh, op de Grote Beerstraat. Dus dat gaat ook echt heel erg hard. Met sloop. Momenteel uh, dus... Zo noem maar een klein stukje. En dan... Uh, ja, is alles wat uh, gesloopt moest worden... Is, is afgebroken. Gesloopt. Neergehaald. En... Uh, ja, daar hou ik jullie ook van, uh, van op de hoogte. Als er uh, weer nieuwe updates zijn en zo. Dus... Uh, ja, wat dat betreft, allemaal leuke dingen allemaal. En, dat was een spoiler voor de volgende vlog. Ik ga weer wat leuks doen. En uh, wat dat is, dat ga ik nog lekker niet vertellen. Dat zien jullie allemaal in de volgende vlog allemaal. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Duimpje omhoog, abonneren, uh, liken, uh, belletje... Uh, aanzetten voor de notificaties. En dan spreek ik jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen: jongens, fijne avond. Uh, middagochtend, wanneer je deze vlog kijkt. En ik zou zeggen: groetjes en tot de volgende video. Bye-bye. Hoi.